Alle hobbyduikers boven de 50 moeten medisch gekeurd worden. Het is donderdag 7 juli. Dit is Zeeland Nu. Onderwatersportbond slaat alarm. Toch proef om dorpsscholen open te houden. En Vlissingse gitaren voor Queen en Toto. Dag dames en heren, juni was een beroerde maand voor sportduikers in ons land. 3 duikers kwamen bij het uitoefenen van hun hobby om het leven. En nu wil de Onderwatersportbond dat alle sportduikers boven de 50 ieder jaar een medische keuring ondergaan. Op zaterdag 11 juni overleed een duiker van 59 bij Scharendijken in het Grevelingenmeer. Een dag later kwam een 64-jarige vrouw uit Drenthe om het leven voor de kust van IJmuiden. En op 26 juni overleed een 63-jarige Nederlandse duiker voor de kust van Duinkerke. Alle 3 waren ervaren duikers, maar ze waren ruim boven de 50. Duikbond NOB vindt het daarom verstandig dat alle duikers boven die leeftijd jaarlijks worden gekeurd. Als je 50 jaar bent, aardig op leeftijd, je conditie, dat gaat ook wel een beetje parten spelen. Dus als je daar een arts naar kan laten kijken, wat jouw conditie is, dat is wel raadzaam, absoluut. Henk van Ielen is 69. Als duikinstructeur wordt hij sowieso ieder jaar gekeurd. Hij vindt het een goed idee dat alle 50-plus duikers jaarlijks een medische keuring zouden ondergaan. Een verplichte keuring misschien niet, maar wel een advies om in ieder geval te laten keuren als je boven de 50 bent. En zeker ook met een uithoudingstest. Bij duikcentrum De Kabbelaar in Scharendijken zien ze alle soorten duikers voorbij komen. Fit en niet fit. Ja, je ziet hier op de duikstek genoeg duikers te water gaan. En ook genoeg mensen waarvan je denkt, nou, misschien had jij wel even moeten keuren. Ja, zou dat echt helpen, zo'n keuring dan? Het is en blijft een momentopname, maar ik denk wel dat er toch mensen behoorlijk adviezen kunnen krijgen van doe iets aan je gezondheid of doe iets aan je conditie. Duikers die zijn aangesloten bij de NOB en ouder zijn dan 50 ondergaan nu jaarlijks zo'n keuring. Duikers jonger dan 50 worden iedere 3 jaar gekeurd. Maar dat geldt alleen voor leden. Ook al ben je niet aangesloten bij een vereniging, dan is het toch wel raadzaam, zonder die verplichting te hebben om je eigen te laten toetsen of je wel geschikt bent voor duiksport te beoefenen. Ja, en bij de Zeelandbrug staat verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, de Nederlandse Onderwatersportbond die wil dus graag zo'n keuring. Maar kun je zo'n keuring ook echt verplicht stellen, denk je? Nou, ik denk van niet. Je kunt moeilijk naast iedere duiker een politieagent neerzetten. Dat wil echt niemand. Als je dan toch een medische keuring wil laten uitvoeren, moet je het echt zoeken in de verzekeringssfeer. Bijvoorbeeld met een uitsluitingsclausule. Stel, iemand is niet medisch gekeurd, hij krijgt toch een ongeluk, dan krijgen hij of zijn nabestaanden dan gewoon geen geld. Maar stel je nou voor, hè, die keuring die komt er toch voor 50-plussers. Maakt dat het duiken echt veiliger? Nou, dat is een moeilijke. Kijk, de echt zwakke broeders, mensen met wie overduidelijk iets aan de hand is, die filter je er wel uit. Maar zo'n medische keuring is natuurlijk geen garantie dat er niets gebeurt. Moet je dan toch verplicht medisch gaan keuren, hè, iedere duiker? Dat vroeg ik aan een keuringsarts in Goes. Ja, ik zou het graag willen. En de Nederlandse Vereniging Duikgeneeskunde zou dat graag willen. Ja, ik denk dat dat een goede zaak zou zijn. Voor alle duikers in Nederland? Ja, voor alle duikers. Casper Baarda is dus voor een verplichte sportduikkeuring. Maar de arts uit Goes waarschuwt voor een te groot optimisme. Want ook met medische keuringen kun je nooit alle duikongevallen voorkomen. Ik denk dat je er een aantal kan voorkomen. Maar je moet geen illusies hebben dat je alle ongevallen kan voorkomen. Want dat hangt van meer dingen af. Het hangt ook van je apparatuur af. Het hangt van de training af. Maar alle beetjes die helpen. Dr. Baarda is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde en hij duikt zelf. Want een goede duikkeuring doe je niet zomaar. Een aantal gezondheidskwalen kan boven water weinig problemen opleveren, maar onder water grote problemen. En dan denk je met name aan longen. Ik heb mensen afgekeurd voor duiken, terwijl ik heb gezegd, nou, voetballen, marathon lopen, geen probleem. Specifieke keuring is het echt? Het is een specifieke keuring. Heel anders dan voetbalkeuring of hardlopen. Het is toch een aparte tak. Ja, de dokter zegt het al. Het is een aparte tak van sport, hè, letterlijk en figuurlijk. Kun je zeggen in zijn algemeenheid dat het duiken dat een veilige sport is?
Nou, duikers zullen natuurlijk altijd zeggen van wel. En mensen die duiken eng vinden, die zeggen van niet. Kijk, er wordt natuurlijk relatief veel gedoken in Zeeland. Door Fransen, door Belgen, door Nederlanders. En er gebeurt relatief weinig. Dus als dat een graadmeter is, dan zou ik zeggen duiken is veilig. Als je echt 0% risicoloos je vrije tijd door wil brengen. Ja, dan moet je niet gaan duiken. Dan moet je lekker gaan puzzelen of kantklossen. Ook leuk. Marcel, dank je wel. Na jaren strijd mag Jan Schuurman Hes uit Cats eindelijk een proef houden om kleine dorpsscholen open te houden. Schuurman Hes is landelijk voorvechter van kleine dorpsscholen sinds de laatste school in zijn eigen dorp Cats moest sluiten. Hij heeft een plan ontwikkeld om deze kleine dorpsscholen toch open te houden. Het komt erop neer dat scholen worden overgenomen door een plaatselijke schoolvereniging waarin onder andere ouders zitten. De proef is in het Drentse Westerbroek, maar Zeeuwse schooltjes die kunnen zich ook al wel aansluiten bij het initiatief. Strandtent De Dam in Vrouwenpolder is in de prijzen gevallen. En dat terwijl het nog maar sinds Pasen open is. Het strandpaviljoen is gekozen tot beste nieuwkomer van 2016 in een landelijke wedstrijd. En de verkiezing is een combinatie van stemmen op internet en een jury. De Dam wordt prachtig eigentijds genoemd met een ruim aanbod van eten en drinken. En ook nog eens vriendelijk personeel. De titel Best Strandpaviljoen van Zeeland die ging naar Beach Club Perry's aan de Brouwersdam. De SGP en Provinciale Staat is verbaasd dat het dagelijks provinciebestuur opnieuw probeert een toeretappe naar Zeeland te halen. Volgens de SGP was de toeretappe van vorig jaar helemaal niet zo'n succes. En is er door Provinciale Staten geen opdracht verstrekt om de toer opnieuw naar Zeeland te halen. De SGP noemt de toer de Frans sportverdwazing en maakt zich zorgen over de zondagsrust. Volgens de partij moet er geen gemeenschapsgeld in sportevenementen worden gestoken. En is er een gering draagvlak voor een nieuwe tour in Zeeland. Sommige van de beste gitaristen ter wereld hebben een instrument thuis dat gemaakt is in Vlissingen. Gitaarbouwer Jacques Zwier ontwerpt en bouwt ieder jaar een speciale gitaar voor de winnaar van de European Guitar Award. Dit weekend wordt de prijs in Bergen op Zoom uitgereikt. Maar op de gitaar moet de prijswinnaar toch nog even wachten. Deze vingers zijn bezig met het ontwerp voor een gitaar waar deze vingers straks op gaan spelen. Meestergitarist Steve Vai ontvangt dit jaar de European Guitar Award, voorheen de Eddie Christiani Award. En een onderdeel van de prijs is een speciaal gemaakte gitaar van gitaarbouwer Jacques Zwier. Voordat Zwier gaat bouwen wil hij weten met wie hij te maken heeft. Ja, ik wil hem heel graag eerst ontmoeten. Ook al ken ik de videobeelden, zeg maar, wil ik hem wel heel graag ontmoeten en één op één praten en dan wat spullen meenemen. Dat hij, waar hij of zij op speelt, en dan praat makkelijker, dan weet ik meer waar naartoe. En zo ontmoeten Zwier grote namen in de muziekwereld als Danny Lademacher, gitarist bij Herman Brood, Steve Lukather van de band Toto en Brian May van Queen. Ieder van hen kreeg uiteindelijk een originele Zwier in handen. Al duurde dat bij de een wat langer dan bij de ander. Dit is een McAfee-achtige gitaar die ik voor Ad van den Berg gemaakt heb. 2008 heeft hij hem gewonnen. 2011 heeft hij hem gekregen. Want of er nu voor een Zeeuwse amateur gewerkt wordt of voor een wereldberoemd gitarist, Zwier volgt zijn eigen ritme. Ik zit heel erg vol. Ik heb gewoon een jaar werk liggen. En ik hou niet van stress. Maar als de gitaar er eenmaal is, dan blijkt het ook de moeite waard. Danny kreeg hem in zijn handen en volgens mij heeft hij na de uitreiking tot 4-5 uur 's morgens in de lobby van het hotel is hij gaan zitten spelen. Ja, dat klopt. Ik heb die nacht weinig geslapen. Ik ben eigenlijk werkelijk met mijn gitaar naar bed. Oh, wow, that's great! I mean, with this inside, man, this is so awesome. It's almost like it's a piece of art. I mean, that's what it is. Wie hem nog zou moeten hebben? Henk, ik weet van de Shadows, Henk Marvin, zeg maar, dat klanten van mij hebben zoiets van, waarom hij niet? Hij is wel zo'n vernieuwer, grondlegger van een bepaald genre. Dus dat zou voor mij wel kunnen. Maar eerst maar eens de prijswinnaar van dit jaar tevreden stellen.
Een mooie opgaande zon met sluierbewolking in de buurt van Serenhoek. Het werd vandaag al iets warmer dan gisteren met maximaal 22 graden. Prima weer dus om te vissen. Een mix was het vandaag van zon en wolkenvelden. Morgen meer bewolking met in de middag een regenbui. Het wordt dan ook weer rond de 20 graden. En dan in het weekend dan wordt het warmer met geregeld zon. Maar zondag misschien toch ook weer een bui. En dan nog even dit. U weet het, hè? Portugal is de eerste finalist van het EK voetbal. Maar wordt Frankrijk of wordt Duitsland de tegenstander? Wij lieten dat alvast uitvechten door twee fans. Dit is uit Duitsland, Berthe Roes. En tegenover haar staat Thomas Davidian uit Frankrijk. Beide werken bij Douw in Terneuzen. We hebben heel goede offensive players die heel complementary zijn. En het important is dat in the end we score more goals. So. Zo zijn we echt een team. Dus ja, ik verwacht wel dat we het heel goed samen doen. En daardoor gaan ze ook winnen. Deze wedstrijd hier wordt door de Fransman gewonnen. Maar wie van de twee moedigt het hardst aan? Duitsland voor, nog een tor. Hey! Allez les bleus! En tot zover deze Zeeland Nu. Kijk op onze site voor meer nieuws uit Zeeland. Zometeen onze serie Zeeuwen in de West. Wat mij betreft nog een hele fijne donderdagavond.